Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 27 januari 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Het omschakelen naar MOSFET werkte prima gisteren in FLDigi. Zo dadelijk ook weer een Contestia-item in de uitzending. Nou, Contestia-item, Contestia in de uitzending. Maar eerst iets over de instellingen van FLDigi. Standaard is het vangbereik van de MOSFET-snelheden niet genoeg om alle tekst uit de MOSFET-oefeningen mee te schrijven. Tenminste, om alle snelheden mee te schrijven. Om dit te verhelpen moet je naar de modus CW. Het is waarschijnlijk beter om dit na de uitzending te doen, omdat je anders mogelijk verrast wordt door het Reed-Solomon-schakelsignaal. En dan ben je de instelling misschien kwijt of dan gebeuren er vreemde dingen. Klik om de instellingen te wijzigen in de modus CW. Dus eerst naar de modus CW. En dan helemaal links onderaan is dat een vakje, een klein venstertje met CWRX. En daar moet je met de rechtermuisknop op klikken en dan komt er een pop-up. En kies in de tweede regel met tabs de tab Algemeen. Helemaal links is dat General. En nu moet je met de horizontale schuif filterbandbreedte op ongeveer 300 Hz zetten. Dus er zit een grote horizontale schuif en dan kun je, ja, 299 doet hij en 302 volgens mij. Helemaal 300, het lukt niet. En dan moet je vervolgens het bereik WPN, in het Engels is dat Range WPM, op het maximale bereik van 25 woorden per minuut zetten. 25 woorden per minuut. Net daarboven moet verder tracking aanstaan, het vakje dat moet aangevinkt zijn, om automatisch de snelheid te laten regelen. Ik zal deze tekst en de tekst van gisteren ook op panelete.nl zetten met een apart tapje bovenaan. Dekkers schrijft in een persbericht van gisteren dat de stichting wil dat het MOSFET-examen weer wordt ingevoerd. De stichting heeft haar radioamateurpanel ingezet om dat te peilen. Dekkers bedoelt daarmee niet dat het examen dan ook weer een verplichting wordt voor de korte golfbanden, maar dat het weer mogelijk moet worden om het examen ook in Nederland af te leggen. Ik was zelf voor een reportage in het blad RAM aanwezig bij het laatste MOSFET-examen. Dat is een jaar of 14 geleden, denk ik al. Daar heb ik toen verschillende mensen gesproken die bij hulporganisaties in Afrika werkten. Voor hen was dit toen de laatste mogelijkheid om van daaruit op de korte golf te mogen zenden. Want in die tijd was in dat werelddeel MOSFET nog overal verplicht op de korte golf. Er zijn nog steeds een aantal landen waar dit ook nu nog het geval is, ook dichtbij. Als ik goed op de hoogte ben, dan mag je in Frankrijk bijvoorbeeld geen CW-cursus maken als je niet het MOSFET-examen hebt gedaan. En in Zweden geldt nog steeds dat je voor welk cursus op HF dan ook voor MOSFET moet zijn geslaagd. Inmiddels is er wel de mogelijkheid van de Belgische route, waarmee je ook CW included op je registratiebewijs krijgt. Dat is met name voor mensen uit het noorden van het land toch een behoorlijke reis. En dat examen wordt ook niet extreem vaak gehouden. Bovendien zo vind ik zelf vooropgesteld dat deze stichting dat zou willen. Waarom zou stichting die bewezen heeft de techniek-examens voor de vereniging uitstekend te kunnen verzorgen, dat niet ook voor de CW-examens kunnen? Dekkers verwijst ook nog naar de dankzij Veron verkregen status van immaterieel erfgoed van MOSFET. Bij panel.dekkers.nl, dus panel.dekkers.nl, kun je na registratie als gebruiker je mening hierover geven. De peiling sluit overigens op 29 februari. Op panelete.nl staat verder een linkje naar het panel en ook naar het RAM-artikel over het laatste zendexamen. QRPI, waarbij de I met de kleine letter is geschreven, is de naam van een shield met een low-power zendertje gemaakt door Zoltan HA7DCD. Ham Radio Now TV heeft er een item over gemaakt. Be smart, not strong, zo stelt Zoltan. En hij ontdekte dat het signaal dat uit de Raspberry Pi komt niet alleen een sterke derde harmonische heeft, die gemakkelijk ook met een low-pass filter is te verhelpen, maar dat er ook een hoop ruis vanuit de GPIO-aansluiting van de Raspberry aanwezig is die wat minder makkelijk te verhelpen is. Met een bandpass filter kom je overigens ook een heel end en verwijt de storing ook grotendeels. Maar dat was nog een aanvullend probleem waar ik niet van af wist. De GPIO-aansluiting gaat bij gebruik van de Raspberry als zender nogal eens kapot. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door eventuele sterke signalen in de buurt van de Raspberry die via de antenne zo het apparaatje binnenkomen, terwijl die op dat moment argeloos zijn signaaltjes in de ether zet. Voor verhelpen van dat probleem zette Zoltan een vetversterkertje in en dat, die filters en het versterkertje die kwamen dus allemaal in een shield te zitten die je bovenop de Raspberry Pi kunt pluggen. Wie het hele artikel wilt lezen op Southgate ARC is een artikel te vinden onder de naam Whispering Raspberries en daar kun je doorklikken naar de PDF met de lezing van Zoltan over dit onderwerp. Ja, ik heb vorige maand al een tweetal dump- en surpluszaken besproken. Dit keer een derde, electrodump.nl. Als ik het goed heb gezien, hebben ze onlangs hun website vernieuwd. De site heeft een flink aantal zaken die voor zendamateurs interessant zijn. Overigens niet de enige doelgroep van de site en de webwinkel. Vooral het aanbod van zendbuizen en afstembare condensatoren zul je verder niet op veel plekken aantreffen. Net als de verschillende Elco's en andere condensatoren voor hoge spanningen die het bedrijf verkoopt.
Overigens zijn er ook zendontvangers uit de dump te koop, zoals de SIM25. Het bedrijf heeft verder een assortiment aan antennemasten. En nee, ik heb geen zakelijke banden met elektrodump.nl en ik word ook niet door het bedrijf betaald of anderszins gesteund. Binnenkort nog meer uit de dump. Luister ook eens naar Shorties FM op fm.shorties.nl. Shorties FM is een niet-commercieel internetradiostation met veel nieuws over onze radiohobby en over IT. De meeste programma's zijn in het Engels, maar er zijn ook programma's in het Nederlands, het Duits en het Afrikaans. Het station zendt 24 uur per dag uit met elke dag een wisselende programmering. Om 8 uur, 9 uur, half 11 ochtends, 7 uur s'avonds en half 11 s'avonds kun je daar de Daily Minutes horen. En 3 keer per week s'avonds vanaf 5 over 7 de wekelijkse uitzending van de Daily Minutes op fm.shorties.nl dus. Het station werkt ook op smartphones als je de URL's op de site direct aanklikt. En er is ook een low bandwidth stream speciaal voor smartphones.